Het zijn denk ik echte auto's met een ziel. De auto's nu hier een tweede leven krijgen, die gekoesterd worden. Je kan je stoel verplaatsen, elke hoek is gewoon mooi. Ja, Porsche is een jongensdroom natuurlijk, hè. En die is uiteindelijk uitgekomen. Niemand hoeft zo'n ding, maar iedereen wil er graag eentje. Ik denk dat het de mooiste gedeelte van Nederland is. Die man wil hem niet kwijt, het is ook geen 2 miljoen. En hij is het ook waard, zeg. Mijn naam is Edwin Lammertink. Ik ben een van de 8 gecertificeerde Porsche-techniekers in de wereld. Ik heb het predicaat mogen halen aan de Porsche-fabriek. Wat is mijn passie voor Porsche? Ja, dat is al van jongs af aan begonnen eigenlijk. Vooral de sportwagen die er de jaren heen alleen verder is doorontwikkeld. Alleen beter is geworden, sterker, perfecter, maar nog steeds 911 heen. Iedereen weet eigenlijk waar het over gaat. Ik denk ja, dat gewoon een keer het moment voor iedereen daar moet zijn. Dat je lang genoeg gespaard kunt hebben om zo'n auto te kunnen kopen. En wij koesteren hem voor je.